14 augustus 2017, de laatste werkdag van René Baenders bij het Huiken. René, wat gaat er allemaal door je heen? Niet zo gek veel, moet ik zeggen. Ik heb al, ben al een paar maanden bezig om te stoppen, om werk over te dragen aan mijn opvolger. Het is het einde. Ik ga meteen straks op vakantie en dan hoop ik het nog helemaal af te sluiten. Dus het valt me eigenlijk best mee. Het was bijna 29 jaar geleden dat je bij het Huiken binnenkwam. Wat is er eigenlijk veranderd in de tijd? Oeh jongens, 28 jaar is het trouwens, maar het is een hele tijd. Toen ik hier binnenkwam was het een somber gebouw. Maar het bestuur toen de tijd was al bezig om de boel op te knappen. Wat lichter te maken, wat andere meubels erbij. En, nou, dat hebben we doorgezet. Maar er kon niks. Financieel lag het Huiken bijna op zijn gat, zeg maar. Er waren wat dingen gebeurd in het verleden. En ja, dat werd verwacht dat we dat weer gingen opbouwen. En ja, dat is denk ik gelukt. Het was een hele moeilijke aanloopperiode. Ook al omdat er niets kon. Financieel. Je moest echt roeien met de riemen die er waren. Maar uiteindelijk is het, na een jaar begon het echt te lopen. Voordat het Huiken hier kwam was er eigenlijk alleen maar voetbal. Het Huiken heeft natuurlijk wel meegewerkt aan dat er ook zaalsporten in Elburg kwamen. En niet alleen balsporten, maar ook andere sporten. Hebben jullie dat gemerkt? Nou, dat was voor mijn tijd. Ik ben hier wel als volleyballer binnengekomen. In 1983, toen bestond het Huiken al een jaar of 6, denk ik. Toen was de zaalsport in opkomst. EVV was daar een voorbeeld van. De basketbal was ook een goed voorbeeld. Er was een handbalvereniging toen de tijd. Maar die was geen lang leven beschoren. Maar de korfbal is er uiteraard ook. Die hebben ook voordeel gehad bij het verdwijnen weer van de handbalvereniging. De verenigingen op zich hadden hier de ruimte in het begin. En zijn gaan groeien. En vooral op jeugdgebied kon je dat goed merken bij alle verenigingen. Bracht dat jou ook niet in problemen met zaalruimte? Ja, en mij niet alleen. Ik heb aan alle kanten geprobeerd om het iedereen naar de zin te maken. En in het begin kon dat nog, toen was er nog wat ruimte over. Maar op een gegeven moment, een jaar of 10, 15 geleden, liep het Huiken gewoon vol. We zaten echt door de weekse dagen, zaten we vanaf 5 uur 's middags helemaal vol. Tot nou zeg maar 11 uur 's avonds. En ja, meer kun je niet doen. En meer ruimte is er niet. En dat was uitwijken, in het begin was het uitwijken naar het LFC. Inmiddels het LF, maar de zalen van het LFC die werden toen nog, ik meen, voor 25 of 30 uur in de week ingehuurd door het Huiken. Om daar de verenigingen ook te laten sporten. Er is ook nog sprake geweest van om de zaalruimte te vergroten richting de parkeerplaats, maar dat is nooit gelukt. Niet op sporthalgebied. Nee, er was op een gegeven moment een tekening van 2/3 sporthal aan de kant van de parkeerplaats. Maar daar is door een andere uitbreiding is daar een andere invulling aangegeven. De zalen van de concertzalen van Concordia bijvoorbeeld, die later gebouwd zijn toen de synagoge in gebruik werd genomen als synagoge. Toen de verenigingen van de synagoge naar het Huiken kwamen, moest daar een andere zaal gebouwd worden. En daar is nooit meer over een sportzaal wat dan ook gesproken. Het Huiken heeft natuurlijk in de loop der tijd ook een hele andere functie gekregen, veel socialer. Het is Stichting Wielgebeuren, maar ook allerlei andere mensen in de zorgverlenende sector nemen nu zitting in het Huiken. Ja, dat is een ontwikkeling van de laatste jaren. Zeker vanaf de laatste verbouwing komt het Centrum Jeugd en Gezin, wat overal iets langer hier zat. Centrum Jeugd en Gezin, Stichting Wiel, het consultatiebureau, het wijkontmoetingscentrum is hier gevestigd inmiddels. En ja, dat zijn overdag hele andere activiteiten. De activiteiten voor de avond die blijven gewoon. Die hopen we ook wat meer uit te breiden nog. Maar dat is aan mijn opvolger om dat te verzinnen en de contacten te leggen. Bij de laatste verbouwing werd het Huiken het cultuurhuis.
Kun je nou merken dat er overdag meer inloop komt van mensen die even gezellig bij elkaar komen zitten? Of is dat nog te vroeg? Nee, dat is te vroeg. Er zijn wel mensen die qua wat groepen betreft, hè, georganiseerd hier wel komen. Op maandagmorgen hebben we een groep van de Stee uit Nunspeet, inmiddels ook Elburg. Smiddags is er inloop van Icare. We hebben op woensdag, moet ik goed zeggen, donderdag hebben we de maaltijdverzorging door het Leger des Heils. En 's avonds één keer in de twee weken wordt ook gekookt en door een klein groepje. En dat merk je wel. Dat zijn wel veranderingen die er ten opzichte van vroeger zijn. Maar uiteindelijk heeft het dat extra opgeleverd. Maar... Het maken van het cultuurhuis had natuurlijk wel wat voeten in aarde. Dat heeft bijna een tigtal jaren geduurd, maar dat is overdreven. Maar is het uiteindelijk zo geworden als jullie gedacht hadden? Ja. We zijn zeker, de verbouwing is goed gelukt. We krijgen erg veel leuke, goede reacties op hoe het Huiken er nu uitziet. Ook het functioneren met de spreekkamers door de professionals van CEG, van Steemens en van Icare. Dat is uiteindelijk een prima stap gebleken. Je maakt er dus net niet mee dat ook de sporthal zelf, de vloer en dat soort dingen ook gerealiseerd gaan worden? Nee, de renovatie hadden we gehoopt dat het dit jaar nog kon, maar... We hebben wel in de startblokken gestaan, maar dat komt door verschillende perikelen binnen het gemeentehuis ook. Is dat niet van start gegaan? René, en dan een tijdje geleden heb je hem al klaargemaakt. Ben je daarmee aan het werk gegaan met jouw eigen camper? Want dat was er altijd wel een groot doel. Hoe vaak ga je in een jaar met dingen op pad nu? Ik heb geen idee. We proberen dat zoveel mogelijk, hè. We beginnen nu, eind deze week gaan we voor langere tijd weg. Gewoon even lekker vakantie vieren, even ontspannen. En dan daarna terugkomen en rustig gaan kijken hoe ik mijn tijd nog ga invullen. Vrije tijd, zei je. Ja, en dan zullen er ook wel weer mensen zijn die aan je gaan lopen trekken. Want je hebt natuurlijk veel kennis en veel mensen om je heen. Heb je al over nagedacht wat je als vrije tijdsbesteding wilt gaan doen? Nou, eigenlijk nog niet. Er zijn wel wat connecties, er zijn wel wat contacten. Maar voorlopig wil ik eerst op vakantie en daarna ga ik mijn tijd invullen. En dan gaan we ook verder kijken hoe of wat. Maar ik heb eerst gezegd, de eerste twee maanden gewoon lekker tijd vrijmaken, agenda leegmaken en... thuis wat dingen doen die nog moeten gebeuren. Ja, wat iedereen zegt als die stopt met werken. En dat ga ik ook doen. Kunnen de bewoners van de gemeente Elburg nog officieel afscheid van je nemen? Ja, op 27 oktober is de planning dat we vanaf 's middags vanaf 4 uur een inloop organiseren. Waar iedereen verwacht wordt. Het is geen officiële receptie. Iedereen kan gewoon binnenkomen lopen. Even een praatje maken, hand geven, dat ik ook iedereen nog even zie. In functie nog even zie, zeg maar. En dan is het afgelopen. 30 oktober. 27 oktober. Maar 30 oktober is het afgelopen? 30 oktober is maandag, dat is de eerste dag, de echte dag van de pensioen. Ja. René, ik wil je bedanken voor alles wat je gedaan hebt voor het Huiken, maar ook beslist voor de Elburger samenleving. Want er zijn natuurlijk heftige dingen hier gebeurd in de geschiedenis. En we hopen dat je in gezondheid je tijd kunt besteden samen met Ina en kinderen en misschien straks ook kleinkinderen. Dankjewel. Dat laatste is nog niet aan de orde, maar je weet het nooit.